En heel hard al gehad over dat nummer Ik ben mezelf. Als je dat, kun je ook zeggen dat zeg maar, het thema, wat je zegt, alles waar ik nooit aan begon, dat je een beetje misschien het luieren. Zit dat ook zeg maar, in het waarom je de Alm de plaats zo hebt genoemd? Nou ja, alles waar ik nooit aan begon, ik vind het eigenlijk wel slaan op het hele proces van liedjes maken. Wat ik net zeg, zodra je ervoor gaat zitten, dan komt het niet. En als je niet het moment pakt dat het zich aandient, dan is het weer weg. Dus toen ik de nummers voor het eerst op een rij hoorde, de goede takes, toen dacht ik bij mezelf, ja, dit is eigenlijk wel alles waar ik nooit aan begon. En het is een zinsnede uit een van de nummers. Zeg maar, dus dat is een beetje, ja, ik vond het de lading dekken van de liedjes. En dat hoeft dus niet zeg maar op niet op die echt manier. Ja. En zeg maar voor jou, wat is jouw gevoel van jou van waar je heen wil met Van Dikhout? Ja, jullie gaan ook weer een theatertour doen, maar heb je zeg maar, omdat dit de tweede fase is, wat is jouw idee erover? Nou, mijn idee is eigenlijk dat we nog 10 jaar weer verder gaan zo. Nooit dat, dit het weer vertrekpunt is voor de volgende 10 of 20, maar weet ik het. Is het zeg maar voor jullie, omdat je zeg maar die cyclus hebt doorgemaakt, ooit ook over gesproken over van, nou gaan we door? Of stoppen we? Nee, dat is nooit. Nee, dat is niet eens. Nee, het is heel vanzelfsprekend, gek genoeg, dat we altijd door willen gaan. Het verbaast me ook wel eens, want je bent met 5 personen die ook. Je wordt ook allemaal volwassen met elkaar, weet je wel. Dus we zijn natuurlijk vrij jong erin gerold. Dus alle persoonlijkheden en karakters ontwikkelen zich nog helemaal door. Tot echt, tot volwassen mannen, zeg maar. En het verbaast me wel eens dat nog steeds bij elkaar blijft passen, weet je wel. En dat is eigenlijk nooit in twijfel geweest of wat dan ook. Het is heel vanzelfsprekend dat we gewoon weer de studio ingaan en de oefenruimte ingaan om een plaat te maken. En we hebben altijd weer toch ook wel inspiratie, ook naar elkaar toe. Ik bedoel, we hebben natuurlijk een sabbatical year gehad. En elkaar redelen, of niet zo vaak gezien als normaal dan natuurlijk. Dus op een gegeven moment spraken we weer af op het terras tegenover onze repetitieruimte. Nou ja, iedereen kwam zo één voor één aanfietsen, biertje erbij. En alsof er niks veranderd was, weet je. Lagen meteen in een deuk. Zijn zij ook, heb je ook goede vrienden buiten Van Dikhout? Ja. Okay. Nee, het is niet zo dat je echt helemaal. Niet veel. Maar genoeg. Genoeg, ja. Genoeg om, ja. En wordt er überhaupt gesproken, zeg maar, over muzikaal waar je heen wilt? Nog? Ik bedoel, dat ligt er wel. Met z'n vijven niet zo heel vaak. Met z'n vijven tegelijk hebben we het vaak over de dingen waar we echt mee bezig zijn. Die net klaar zijn. Of waar we net, of dat als we ons voorbereiden op een tour of dingen, weet je wel. En ik heb het met Sandro heel veel over dingen die we allemaal nog kunnen gaan doen, natuurlijk. Ja. Noem eens iets, wat de laatste vraag. Wat ja, nog dat is allemaal niet zo concreet hoor. Dat is echt muziekstijlen en zo. Eigenlijk dat ultieme nummer wat iedereen volgens mij zijn hele leven najaagt. Daar begin ik nu een beetje bang van te worden. Een soort dat je toch, dat nummer wil schrijven wat je niet moet schrijven. Snap je wat ik bedoel? Terwijl je, het is een beetje, hoe kan ik dat makkelijk uitleggen? Terwijl je nummers schrijft, het is net als die zin van John Lennon, weet je wel, van life is what happens to you when you're busy making other plans. Een plaat is what happens to you when you're busy writing other records. Snap je?